Hoi en welkom bij een super, super, super speciale Fan Friday video. Want op dit moment ben ik bezig met mijn tour. En er zijn natuurlijk fans die naar de tour komen en die willen misschien een beetje achter de schermen zien. Maar ik weet ook dat er een heleboel fans zijn die natuurlijk niet naar de tour kunnen komen. En dan is het natuurlijk leuk om jullie er een beetje bij te betrekken en te kijken wat er allemaal gebeurt op zo'n tour. Dus dat kun je allemaal verwachten in de video van vandaag. Maar we gaan natuurlijk proberen om de like-off van vandaag te halen. En dat wordt de 10.000. Help me zeker eventjes door deze video een dikke vette duim omhoog te geven. Woehoe! En vergeet ook absoluut niet om op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier zul je namelijk altijd op de hoogte blijven van elke nieuwe video die ik upload. Hoef je er nooit meer eentje te missen. En als je dat hebt gedaan, zou ik zeggen, laten we gewoon lekker beginnen met de video. Here we go. 3, 2, 1. Vandaag is het dus vrijdag, dus dat betekent dat ik vanavond een show heb in Venlo. Maar dat betekent ook dat er al 2 shows achter de rug zijn. Ik heb al in Antwerpen gespeeld en ook in Groningen. En ja, ze zijn echt heel erg ver van elkaar vandaan. Maar het was zo ongelooflijk geweldig en zo super tof. Jongens, het is eigenlijk gewoon niet te beschrijven hoe het voelt om op een podium te staan. En voor zo'n groot publiek te mogen spelen en te zingen. Het is absoluut een droom die waar komt voor mij. En daarbij heb ik zo ontzettend veel van jullie mogen ontmoeten. En persoonlijk vind ik dat echt mijn favoriete gedeelte van YouTube. Om gewoon de fans in het echt te zien. En jullie gezichtjes. En jullie zijn zo ontzettend lief en blij en schattig en leuk en geweldig en prachtig. En niet alleen dat. Ik heb nu dus 2 shows achter de rug. Maar er komen er nog 5 shows aan. Dus ik ga natuurlijk gewoon echt heel erg proberen te genieten van het moment. Want dit is absoluut gewoon het beste wat er is voor mij. Ik vind het zo geweldig. En ik krijg er zoveel energie van. Dus, jongens, ik ben zo blij dat ik nu op tour ben en mag zingen voor jullie. Maar video's maken is natuurlijk ook een hele grote passie. Dus, dan is het nu tijd voor het volgende gedeelte uit deze video. En dat is Tourbus Tour. Ik denk dat ik het niet nog een keertje hoef te herhalen, maar we weten allemaal nu wel dat ik op tour ben. En wat hier echt heel erg leuk en gaaf aan is, is dat ik dus mijn eigen tourbus heb. Wow! Ik kan het zelf ook nog niet helemaal geloven, maar als je op tour bent, kom je natuurlijk naar allemaal verschillende soorten locaties. En je hebt heel veel dingen die je mee moet nemen, waaronder natuurlijk een band en een crew. Dus daar is een tourbus natuurlijk wel heel erg handig voor. En wat ook heel erg handig is, is dat ik natuurlijk video's maak. Dus dat betekent dat ik het allemaal kan vastleggen en dat ik jullie dus een kijkje kan bieden in deze tourbus en een beetje een rondleiding ga geven. En daarbij krijg je ook nog een klein kijkje achter de schermen van mijn tour, van de 2 locaties die ik tot nu toe heb gehad natuurlijk. Dus, ik heb er in ieder geval helemaal zin in. Ben jij er klaar voor? Hier komt het. Op dit moment ben ik in de stad Schouwburg in Antwerpen. En dit is de eerste show van de tour. Misschien kan je dat op de achtergrond horen. Maar de band is bezig met de soundcheck. En ondertussen ben ik alvast eventjes bezig met wat make-up op te doen. Voordat de soundcheck begint hebben we nog heel eventjes de tijd. Dus ik zou zeggen laten we gewoon eventjes naar de tourbus kijken. Nou hier hebben we natuurlijk het backstage gedeelte. De kamer waar de band zo meteen gewoon blijft hangen. Volgens mij moeten we deze kant op. Let's go. Thank you. We staan nu buiten en hier zo naast me zie je de tourbus. Ik denk dat het misschien wel leuk is om gewoon eventjes een kijkje naar binnen te nemen. Let's do it! Hallo! Nou, hier hebben we de bus dus. En het ziet er zo ontzettend gaaf en geweldig uit. Deze stoelen vind ik zelf echt super mooi. Ook qua kleur en ze zitten lekker, zijn lekker cool. En dan kunnen we nog eventjes een stukje doorlopen. Dit is eigenlijk gewoon een klein gedeelte waar je de snacks kunt halen. Dus hier heb je een koelkastje. We hebben zelfs een magnetron. Allemaal snacks. Je kan drankjes halen natuurlijk. Koffie voor in de ochtend. Altijd lekker. En dan gaan we nu gewoon eventjes hier door deze deur heen. En... ta-da-da-da. Er is gelukkig niemand, maar dit is waar je normaal gesproken dus slaapt. Dus zoals je kunt zien heb je hier heel veel stapelbedden. Allemaal plekken om gewoon lekker te slapen. Het is wel een beetje krap, maar wel lekker rustig en stil. En dan kunnen we nog eventjes doorgaan, want er is nog 1 klein plekje hier helemaal aan de achterkant van de bus. La-da-da-da-da. Ik zal eventjes alvast er doorheen lopen. Zoals je kunt zien is dit de lounge. Dus dit is echt super gezellig en fijn gewoon om te zitten. Je hebt hier een gitaar, we kunnen gewoon lekker jammen.
hier heb je een tv en dan kun je gewoon lekker dingen bekijken of spelletjes spelen en dat soort dingen. Dus dit was eigenlijk gewoon de tour van de geweldige, super toffe tourbus. En nu snel weer terug voor de soundcheck. Oké, test 1, 2, 3. Net klaar met soundchecken en zometeen gaan we nog eventjes een hele run-through doen van de hele set. Dus dat betekent dat we nog gewoon één keer goed kunnen oefenen. Alle nummers natuurlijk. En daarna gaan de deuren meteen open voor de gold tickets. Dus dat betekent dat ik al helemaal klaar moet zijn in mijn outfit. Dus ik ga nu gewoon eventjes omkleden en dan ben ik zo helemaal klaar. Woe! Ik sta hier nu op het podium in Antwerpen en kijk eens wie er allemaal gekomen is. Ik zit nu op het podium hier in Groningen en het is zo ontzettend gaaf. De locatie is echt heel erg prachtig. En wat we zojuist hebben gedaan is de soundcheck. Dat is natuurlijk altijd belangrijk om dat te doen met je band. Ook omdat ik van die in-ears heb, dus dan moet ik heel goed mezelf kunnen horen, maar ook de band en de muziek en zo. Dan heb ik nu nog gewoon eventjes een beetje tijd om mezelf op te maken. Dus geen tijd te verliezen. Let's go! Zijn we dan? We hoeven niet zo heel erg ver meer te lopen gelukkig, want mijn kleedkamer is hier zo achter deze deur. Je ziet daar naast staan, Jamila. En dit is de super prachtige kleedkamer. Ik ben hier zo blij mee. Dit is echt heel erg gaaf, zo lekker chill. Ik kan heerlijk gewoon op de bank even een dutje doen. Maar dat kunnen we natuurlijk niet echt doen, want ik moet gewoon weer door met de make-up. Oeh, ik heb natuurlijk wel wat outfits klaar liggen, maar dit is in ieder geval de tas vol met make-up. Alle make-up spulletjes zitten hierin en ik vind het zelf echt super handig, omdat je het gewoon heel makkelijk zo mee kunt nemen overal. Dan heb ik hier het doosje met mijn in-ears, die zet ik even weg. Oké, ik denk dat ik weet wat ik aan ga doen, maar dan moet ik hem eventjes erbij zoeken. Hier heb ik een heel erg tof glitterbroekje. Deze heb ik tweedehands gekocht. Die pak ik erbij. En klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb dus een zwempak. Deze heb ik gekregen van een styliste. Hier is die dan. Het is zo ontzettend gaaf. Maar op het podium weet je dus gewoon niet dat het een zwempak is. Dus ik ga deze onder dit broekje aandoen. Nog eventjes een glittervestje eroverheen. En dat heb ik hier zo. Ta-da! En dit gaat natuurlijk echt geweldig zijn op het podium. Ik sta hier op het podium in Groningen samen met de band, maar niet alleen dat natuurlijk. We hebben hier ook publiek! Zon niet af en nog een keer ja! En dat was het alweer voor het kijkje achter de schermen. En ben je nou nieuwsgierig en wil je meer zien? Dan kun je me natuurlijk altijd op Instagram volgen, want ik hou jullie daar nog meer op de hoogte. En de link daarvoor zet ik in de beschrijving onder deze video. En als je daarop geklikt hebt, dan gaan we nu door naar het volgende gedeelte. Namelijk... Timo, Peters, Penny, Slime, ASM, Ariana, Joelle, Fleur en Nikisha, Ella, Elsorana, Roma, Isa en Alexa, Lo, Charlotte, Vee, Diamond Girl, Rika, Marit, Blok en May, Dana, Samira, Hatuina, Britt en Ella, Gina, Nazanin, Marela, Sita en Selina, Fadima, Annemijn, Femke, Shady, Isa, Fenne de Vries, Kela, Kim, Uma en Julissa. Heb je deze video nou helemaal tot aan het einde bekeken? Bewijs dat dan eventjes door het een duimpje omhoog te geven en natuurlijk de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is de laatste bestemming waar je naartoe bent geweest met je schoolreisje? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord, dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!